eerste aankoop voor het nieuwe seizoen is binnen. Sven Kums tekende vanmiddag een meerjarig contract bij SC Heerenveen. De Belgische middenvelder komt over van KV Kortrijk. Ja, ik denk dat het een fantastische club is, een fantastisch stadion. En, ja, het is voor mij een nieuwe uitdaging die ik altijd wou doen. In de Nederlandse competitie spelen. En, ik denk dat Heerenveen de geknipte ploeg is voor mij. Ja, dit is weer een stapje hoger dan je oude club Kortrijk. Ja, absoluut. Hè. Ik denk dat dat niet te vergelijken is. Ook gezien het stadion en zo, de toeschouwers die komen. En ja, de geschiedenis van de club is ook niet te vergelijken. Hij is een middenvelder die eigenlijk op meerdere posities kan spelen. Het is een allround middenvelder die goed kan combineren. Goed is in het positiespel, maar ook goed in de balverplaatsing. Dus die kan het spel openbreken met een lange paas. Dat beheerst hij ook goed. Goede vrije trap, neemt corners. Het is gewoon een hele goede voetballer. Een voetbal met veel potentie. Een jonge jongen die gretig is, die ambitieus is. Ja, en dat soort jongens willen we graag hebben bij Heerenveen. Ja, ik ben dus 23 jaar, verdedigende middenvelder of aanvallende middenvelder. Ik denk mijn beste positie is verdedigende middenvelder. Ik moet het vooral hebben van mijn vista, mijn passing. En, ik zit ook gemakkelijk druk naar voren toe en ik denk dat dat mijn sterkste punten zijn. De 23-jarige Kums speelde sinds januari 2008 bij KV Kortrijk. Eerder speelde hij al voor Dilbeek Sport, Lierse SK en RSC Anderlecht. Ik ben begonnen bij Anderlecht. Ik heb mijn jeugd daar gehad en heb ik gespeeld tot mijn 18 jaar. Toen ben ik bij de eerste ploeg gekomen en ben ik naar Lierse verhuurd geweest. Ben ik nog eens teruggegaan naar Anderlecht en dan ben ik naar Kortrijk gegaan, waar ik de laatste 3 jaar speel. Ja, en nu dus SC Heerenveen. Ja, wat verwacht je van het komende seizoen hier? Ik hoop dat we terug de draad kunnen oppikken van de voorbije jaren. Dat we terug meedoen voor Europees voetbal en dat zou fantastisch zijn voor de club ook. Je hebt hier vandaag even rond mogen kijken. Wat voor indruk heb je gekregen van Heerenveen en van het stadion en van de club? Ja, fantastisch. Hè. Het was niet de eerste keer dat ik kwam. Ik heb de wedstrijd Heerenveen Feyenoord bijgewoond. En toen was ik al onder de indruk en vandaag is dat gevoel eigenlijk gewoon gegroeid. Er was interesse voor hem vanuit bijvoorbeeld Racing Genk. Dat is toch ook een behoorlijke club in België. Maar ik ben hartstikke blij dat Sven voor Heerenveen heeft gekozen. Ik heb gehoord dat de fans van Kortrijk jou ook wel de Pirlo van Kortrijk noemen. Klopt dat? Ja, dat klopt. Maar ik denk dat je mij daar niet meer moet vergelijken. Dat is toch wel een leuke vergelijking, neem ik aan. Ja, absoluut. Maar ik denk dat er nog een te grote marge is tussen mij en Pirlo. Maar goed, ooit zo groot worden, dat is natuurlijk wel jouw droom, hè? Ja, natuurlijk. Wie zijn droom, wie zijn niet, hè? En dan volgend jaar zien we jou in het shirt van Heerenveen. Ja, heb je er al zin in? Ja, absoluut. Ik kan niet wachten tot het seizoen begint.